opleiding HBO-theologie duurt 4 jaar. Het eerste jaar heeft een oriënterend karakter en wordt gekenmerkt door 4 leerlijnen. Het gaat hierbij om praktijk en innovatie, methodiek, beroepshouding, theorie en visie. Ook loop je mee in de praktijk bij een kerk of instelling, zodat je een goed beeld krijgt van het vak. In het tweede jaar loop je een uitgebreide stage. Je maakt kennis met alle aspecten binnen de theologie. Je voert geloofsgesprekken, denkt mee over beleid en bent betrokken bij het organiseren van activiteiten. Je volgt in het derde jaar een stage die aansluit bij de richting die jou aanspreekt. Dit kan bijvoorbeeld een kerk of instelling zijn. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. In het derde jaar volg je naast je stage ook modules zoals ethiek, kerkgeschiedenis en bijbelse hermeneutiek. In het laatste jaar ga je met je studiegenoten een week naar het buitenland. Ook ga je in het vierde jaar specialiseren door een theologische verdiepingsminor te volgen. Je kunt de minor eventueel ook volgen op een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Aan het eind van je opleiding schrijf je een persoonlijk beroepsprofiel waarin jij jezelf presenteert als HBO-theoloog. Een mooie opstap naar de beroepspraktijk.